Thema multiculturele samenleving. Hoofdstuk 5. Geloven wat je zelf wilt. Nederland is van oorsprong een christelijk land. Wat inhoudt dat er vroeger eigenlijk alleen katholieken waren en later zijn er de protestanten bijgekomen. Je ziet dus duidelijk dat Nederland nog christelijke waarden en normen heeft. Maar er is meer. In Nederland vind je veel meer godsdiensten zoals boeddhisme, jodendom en de islam. Nederland heeft altijd bekend gestaan als een tolerant land. Als je kijkt naar artikelen in onze grondwet, dan zie je ook dat Nederland een gelijkheidsbeginsel heeft, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan. Hoe ver mag je eigenlijk gaan? Wat mag je wel zeggen over een godsdienst en wat niet? Waar houdt vrijheid van meningsuiting op en begint beledigen en of discriminatie? Er bestaat binnen een godsdienst een verschil of je modern of fundamenteel bent. Als je modern bent, dan ben je meer vrij in de leer. Je ziet het heilige boek, of dan de Bijbel of de Koran, wat dan ook is, zie je meer als een soort richtlijn waarnaar je moet leven. Terwijl fundamentele gelovigen zullen juist bijvoorbeeld de Bijbel letterlijk nemen en het woord van de Bijbel letterlijk opvolgen. Conclusie. Wat geloven jongeren eigenlijk? 47% van de jongeren in Nederland, van 12 tot en met 18 jaar, heeft geen geloof. 23% is katholiek, 15% protestant, 9% islamitisch en 6% overig. Dus wat gelooft de Nederlandse jongeren? Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Dus geloven wat je zelf wilt.